We gaan verder praten met mevrouw Steen. Ze is hier om um, te praten over de Global Leadership Summit. En uh, deze activiteit uh, wordt uh, later in de week uh, georganiseerd. Het is een jaarlijks ev uh, evenement en het gaat om uh, het uh, bijscholen van geestelijke leiders die het woord van God prediken. Heb ik het goed, mevrouw Steen? Helemaal goed. Ja. Um, een jaarlijks evenement. Wanneer wordt uh, deze activiteit precies georganiseerd? Nou, jaarlijks worden deze activiteiten rond maart georganiseerd in Suriname. Um, en dit jaar is het op 11 en 12 maart. Yeah. Het is al twee jaren zo. Of vorig jaar en dit jaar is het zo dat het een webinar is. Al die andere jaren, het wordt al acht jaren in Suriname georganiseerd. Intussen is uh, de, de GLS zoals we het noemen. Ja. Al 24 jaar mm -hmm. zijn, uh, is men bezig met GLS, maar in Suriname is dit de achtste keer dat we het organiseren. Altijd fysiek geweest, maar vanwege COVID is het dit jaar, vorig was het vorig jaar, en dit jaar is het nog een webinar. Webinar. Oké, okay. um, hoeveel um, participanten verwachten jullie? Want als ik hoor, um, virtueel, is ja. het. Uh, een vrij grote groep. Ja, we verwachten heel veel mensen. Uh, we werken met het platform van Big Marker, dus niet op Zoom. Mm. We werken met het, uh, op het platform van Big Marker. Dus we kunnen duizenden mensen accommoderen. Yeah. Toch, iedereen mag meedoen. Ook als er mensen van andere landen zelf zijn, Surinamers, um, We moeten daar alleen een, een, een manier vinden. Zelfs weet je, IB-banking. Um, Internetbanking is zo gemakkelijk die geworden. Dus. Uh, dat kan allemaal, ja. Ja, oké. Okay. Uh, het is open, dus wie is nou dus hoe maar aan kan doen mee? Iedereen mag um, doen. Het is bedoeld om de mensen die het woord van God prediken bij te scholen. Um, welke onderwerpen zullen dit jaar belicht worden tijdens uh, deze activiteit? Oké, okay. het is inderdaad zo begonnen dat. Um, in Willow Creek, in, uh, in de Verenigde Staten, men inderdaad begonnen is om leiders, christelijke leiders, bij te scholen, te ontwikkelen, weet je, um, die push te geven. Want weet u, leiders zijn degene die trekken, leiders ja. zijn degene die stoten, leiders zijn de mensen met, met, de, met de visie en, en, uh, en alles, maar wie wie push deze leiders? Okay. Wie motiveert deze leiders? Want onge, um, ook leiders raken uitgeput. Klaar. En ook leiders hebben soms iets van: en wat nu? Ja. So, daarvoor is de Global Leadership Summit. Om ook leiders die extra push te geven om verder te gaan. Mm -hmm. Leiders komen allemaal bijeen. Leiders over de hele wereld komen bijeen. En er zijn sprekers. En dan kunnen ze aan de hand van die topics bij elkaar komen. Dus dat wilde ik even, ja. uh, even recht trekken, dat in het begin het zo begonnen is, mm -hmm. maar door de jaren heen kan eigenlijk iedereen meedoen. Okay. Er zijn dus niet alleen maar topics met betrekking tot uh, um, leiders. Christelijke, le voor christelijke leiders, ja. maar eigenlijk kan any leider meedoen. Ja. Uh, inderdaad, wordt er gekeken naar het, in het christelijke. Er zijn pasters die meedoen. Maar er zijn ook psychologen. Ja. Er zijn ook um, uh, entrepreneurs. Er zijn CEO's. Er zijn HRM's die hun visie geven qua leiderschap, qua um, psychologische veiligheid op de werkvloer. Um, ja, uh, uh, hoe weet je, maar ook voor, voor, voor mensen die. Uh, iets willen gaan doen ja. en die, die, die push nodig hebben. Misschien ben je bang om uit je comfortzone te stappen. Ja. Dat zijn er ook daarover over topics. We hebben bijvoorbeeld een, 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 een Michelle Poler die zal praten over haar 100-day challenge. Mm -hmm. Haar 100-day fear challenge, to overcome fear. Ja. Hoe heeft ze dat overwonnen? Ja. Ze heeft de 100-day challenge gedaan. Maar misschien heb ik niet een, een, een 100-day challenge nodig om mijn angsten te overwinnen. Maar als ik naar mezelf kijk, bijvoorbeeld, misschien moet ik 100 dagen sporten doen. Want als ik zeg, van, ik ga niet van sporten, maar het is wel goed voor je. Ja. Dus misschien moet ik dat doen en kan ik over de brug gehaald worden. Ja. En wat dan als ik die 100 dagen challenge gedaan heb? Ja. Misschien is er iemand die um, pas gepromoveerd is en die allerlei stagnatie ondervindt op de werkvloer. Dan is dat ook voor jou. Want dan hebben we een Jamie Kern Lima. Die praat over. Um, uh, 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 dingen die op je pad komen. Niet opgeven. Weet je doorgaan. Als dit een droom is. Dan moet je doorgaan. Want als God iets in je gezet heeft. Ja. Dan moet je ervoor gaan. Jij alleen bent degene. Die uh, kan zeggen van. Ik ga of ik sta stil. Ja. Al zeg ik van. Je, als, als ik in jou. Mm -hmm. Een goede leider. Als jij dat in jezelf niet kan zien. Want ja. je bent te gedemotiveerd of dan ga je precies daar blijven. Ja, een negatief zelfbeeld hebben. Beeld hebben. Dan ga je precies daar blijven. Dus de summit is voor voor, voor voor leiders die al jarenlang in de leiding zitten, maar ook voor mensen die pas komen. Ook voor een moeder die leiding moet geven of een vader die leiding moet geven binnen hun gezin. Ja, dus eigenlijk vanaf 18 jaar tot ja, 70, yes. 80 jaar. Een student die zegt van hé, hey, ik wil mijn eigen ding beginnen. Kom naar de summit. Kom kijken. Kom luisteren. En kom leren. Raak gemotiveerd. Raak geïnspireerd. Want er is iets in je dat los moet komen. En dat kan de Global Leadership Summit doen. Deze leiders, deze sprekers, zijn topsprekers die jarenlang. Onderzoek hebben gedaan en hun bedrijven van klein naar groot hebben gebracht. Dus zo weten waar ze het over hebben. En wanneer we, vooral wanneer we praten over de leiderschap, als we kijken naar hoe Jezus dat gedaan heeft vandaag de dag, dan is Jezus een heel goed voorbeeld of het beste voorbeeld als het gaat om dienend leiderschap. Hoe gaan we met mensen om? Ja, dus 11 maart en 12 maart. 11 en 12 maart. Hoe. Kunnen mensen zich opgeven en waar? Oké, okay, uh, als uh, iedereen sowieso aan mee te kunnen doen, moet je een e-mailadres hebben, ja. right? Je moet een e-mailadres hebben, zodat we de login voor je kunnen sturen. Ja. Ben je op Facebook? <laughs> dan kun je gaan naar onze Facebook page, we de um, Global Leadership Summit Suriname, uh -huh. en ik zeg het overal expliciet Suriname, omdat de Global Leadership Summit Global is. Het is wereldwijd. Nee. Dus iedereen, alle, in alle landen, in alle steden zullen zowel hun eigen Facebook-page hebben. Dus Suriname moet erbij. Global Leadership Summit Suriname. En op elke post die we hebben gezet, is er een link aangegeven waar uh, er een, een inschrijfformulier is. Ja. Ben je niet op Facebook, dan kun je gewoon naar kantoor bellen op het nummer 4262. 52 heel gemakkelijk toch? Ja, ja. 42, 6, 2, 5, 2. Ja. En dan zal het teacher of, uh, of Rabiel jullie van dienst zijn. Maar het is wel handig dat je, of eigenlijk moet je een e-mailadres hebben. Moet men betalen? Zo Ja, voor deze wel. We hebben ook year-round uh, year year events. Die waren gratis. Die hebben we, we hebben twee gratis events gehad, maar voor deze moet men wel betalen. We hebben het gehouden dit jaar weer op 300 SRD per persoon. En komt men met een groep vanaf drie personen, dan is het 250 SRD per persoon. Ja. Dus het is niet alleen voor geestelijke leiders, nee. het is open voor het iedereen. Het is open voor iedereen die in zichzelf wil investeren, die wil investeren in zijn leiderschap, die wil groeien in je leiderschap. Wil je jezelf ontwikkelen? Niemand neemt dat van je af. Niemand kan dat van je afpakken. En hoe lang duurt zo'n uh, dag? Het is een hele dag, het is van 9 uur tot 3 uur. We hebben genoeg pauzes ertussen. Wat ook zo bijzonder is aan, um, aan deze online sessie, is dat we breakout rooms hebben. Ja. Dat wil zeggen dus dat we met elkaar, we dus zetten de participanten in groepen en die kunnen dan met elkaar gaan praten over de topics. Yeah. Da, over de topics die gesproken, die, waarover men het heeft, over wat denk je zelf, hoe is dat in jouw bedrijf, hoe is jouw leider, of hoe zijn wij, hoe, kunnen, hoe zijn mijn werknemers, hoe kunnen wij dat oplossen. En ook om dat, dat Surinaams aspect erin te krijgen, hebben wij zes Surinaamse paneleden. We hebben Benito Piek, we hebben Gloria Liquichoux. Um, jonge mensen, Fitz James, uh, Jonathan Misikaba, we hebben ook mevrouw Corneli Oliveira en Serge André, die ook de directeur is van Apollos Training Instituut, die dit organiseert. Tot slot, u heeft eerder al meegedaan met zo'n summit? Ik heb vanaf het begin meegedaan en het is me een eer om nu deel uit te maken van de organisatie. En hoe heeft deze summit u geholpen om een betere persoon te worden? Zo, hoe moet ik het zeggen? Hoeveel tijd hebben we? Nee, We hebben weinig tijd, want het is al bijna negen uur, maar heel kort. Uh, uh, ja, nou, um, sowieso heeft de Summit me geholpen om, een heel, uh, om één voorbeeld maar te geven uit dit alles. Ja. En laat me het zeggen: één voorbeeld maar. Ik zat in een van de, uh, de Summits. Ik ik noem mezelf het zo der aarde. Zo yeah. so, so, so hoor ik dat van God zeg van Jamila, je bent het zo der aarde. Yeah. En velen hebben dat anders. Soms kan God die zeggen: hey, Je bent de parel in mijn hand. Hey, je bent... Maar ik heb een specifieke opdracht. Jamila, je bent het zo der aarde. Yeah. En toen ik voorzitter was van, um, van de organisatie, toen um, ging het niet zo goed. Yeah. Maar we deden echt alles. Mm -hmm. Weet je, mijn bestuur deed echt alles. En ik kwam in de summit. En op een gegeven moment um, was het tijd dat er een nieuwe voorzitter zou komen. Mm. Maar ik wilde niet afstaan omdat ik zoiets had van, maar ik ben nog geen zout geweest. Ik heb het nog niet gebracht tot waar, het, tot waar ik het had gezien. Zien, ja. En ik zat in de summit en uh, Paster TDJ interviewde. Een of, ik, ik ken zijn naam niet meer, maar het was een meneer met heel veel functies. Heel veel VN-functies. Ja. Afrikaanse heer met heel veel VN-functies. En hij had het over het zout. En hij zei: Veel mensen denken dat wanneer je zout bent, dat je smaak moet brengen, dat, ding, dat je dingen beter moet maken. Maar mensen staan er nooit bij stil dat zout ook een conserveringsmiddel is. Mm -hmm. En dat jij soms in ergens bent, niet om het bedrijf of de organisatie te doen groeien, maar om het in stand te houden, zodat de volgende persoon die God aanwijst. Het kan laten groeien. Want als er geen conservering is, dan gaat het kapot. Dan heeft het geen gelegenheid voor iemand anders om het te laten groeien. En ik heb, ik heb volgens mij van begin tot eind in die summit gehuld. Want die, die, die aha-momenten kwamen van, van alle sprekers. Dus soms is dat het ook. Daarom zeggen we: kom gereed om geïnspireerd te worden. Kom geriet, vraag de heer zeg van heer praat tot me. Wat heeft u voor me? Dit is wat ik voel. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik nodig heb. Weet je en dan kom je en, en God gaat het voor je openbaren. En ook al bent u geen christen. Er is zoveel om te leren. U gaat het u, u gaat geen spijt hebben. Mensen in Akoro weer Ja Efiki sa faalis ja Vijf minuten vanuit Mantentaki. Laatstang 11 na 12 maart.